Martin van der vrijdagavond de Derby tegen Toppos. Hoe leven jullie als ploeg toe naar die wedstrijd? Uh, ja, in ieder geval met veel vertrouwen. Uh, door, de, door de resultaten en het spel van de laatste weken. Uh, en natuurlijk ook wel in de wetenschap dat het een, uh, een heel belangrijke wedstrijd is die ook echt leeft bij de, bij de achterban. Dus daar zijn we ook ons wel te degen van bewust. Uh, dus nogmaals, met veel vertrouwen en ook wel uh, in de wetenschap wat er op het spel staat. Dus we uh, kijken er naar uit. Ja. Om dan maar over die achterban te hebben. Hoe groot het is, is het gemis van die achterban, niet alleen voor Den bos, maar ook voor Toppos? Uh, ja, ik kan in eerste instantie alleen voor onszelf spreken en dat is, dat is wel heel erg groot. Uh, ik denk als je ziet, uh, als je dit hele seizoen een beetje analyseert van ons, dat we voornamelijk in de thuisstrijden vaak al echt uh, ja, goede en mooie wedstrijden hebben gespeeld uh, met, uh, met de Graafschap uh, als laatste wedstrijd echt wel als, uh, als hoogtepunt. Uh, dus dat was voor ons wel echt motivatie. En daar keken we toen naar uit van als we dit nou weer tegen ons ook voor elkaar kunnen krijgen met zo'n... Uh, met zo'n support, zeg maar. Uh, dus dan is het wel echt uh, extra, extra vervelend dat we, dat we nu met z'n allen in deze situatie zijn, zijn beland. En dan zijn het ook nog eens twee mooie potjes die je thuis hebt. Eigenlijk drie op rij, want ook de was ze zeggen, Volendam is leuk. Maar na Volendam wacht het thuiswedstrijd tegen NAC. Ja, ja, dat is precies ook zoals wij het uh, onderling uh, hebben besproken. Dat uh, zijn misschien uh, uh, Os en NAC zijn misschien wel de twee uh, best bezochte wedstrijden. In potentie zou dat hebben kunnen zijn geweest. Zeker met het resultaat van, van de laatste weken. Dus dat je die niet zonder publiek moet gaan spelen, is, uh, is extra vervelend. Je moet je druk maken om de dingen waar je invloed op hebt. Daar heb je totaal geen invloed op. Maar je hebt wel ervaring met het spelen van een derby zonder publiek. Ja, ja, ja. En uh, we, zullen ook, ja, we tekenen wel voor hetzelfde resultaat als uh, de wedstrijd van vorig jaar, natuurlijk. Waar we volgens mij in de, in de 92 nog een penalty kregen. Uh, nee, dat klopt. En uh, of het nou met of zonder publiek is, het is heel vervelend voor, voor alle partijen. Uh, maar we moeten natuurlijk, uh, inderdaad, wat je net zegt. Heb je daar geen invloed op en, uh, en uh, hebben we in ieder geval maandag bij NVV daar weer ervaring op kunnen doen hoe dat, hoe dat gaat. En uh, uh, nogmaals, we weten wat het belang is van deze wedstrijd. Niet alleen uh, uh, omdat het de derby tegen ons is, maar ook uh, ja, op de plek waar we nu op de hardleg maar, staan. Uh, dus uh, dus daar, daar zijn we ons van bewust van of dat dan wel of met of zonder publiek is. Voor ons is het gewoon een hele belangrijke pot die we, die we heel graag willen gaan winnen. Ja, het toverwoord van de laatste weken is dat vertrouwen. Uh, ja, ja ik, denk, ik denk het wel. Uh, ik denk dat we daar wel een mooie stap in hebben gezet uh, dit seizoen. Uh, dat we de laatste weken inderdaad uh, uh, wat, wat, uh, wat, wat meer vertrouwen op het veld staan. Ook als we bijvoorbeeld voorstaan dat we, dat we nu wat, wat in de groep sluiten, uh, waar het in het begin van het seizoen een beetje de inslag van uh, hoe als het maar goed gaat. Uh, en dat er, nu, dat er nu meer overtuiging is van, zoals we bij MVV ook voorstonden, dat we wel een team denk ik zagen staan wat, uh, wat niet van plan was om, om er nog een maatje door te laten. En ik denk dat we dat, uh, dat, we dat goed hebben gedaan. Uh, dus hopelijk kunnen we dat ook doorzetten naar, uh, naar de rest van de competitie. Is dat uiteindelijk ook ervaring dat je leert van voorgaande momenten? Ja, vind ik, vind ik, moeilijk, vind ik moeilijk in te schatten. En soms, kijk, we hebben het ook tegen Graafschap en uh, uh, tegen Jong Utrecht ook. Dan kan je ook zomaar misschien in de laatste je wel binnenvallen. Uh, en dat gebeurt gelukkig niet. En dat geeft wel een, heel, een boost in de groep: van uh, oké, okay, we kunnen het wel en we kunnen die wedstrijd ook over de streep trekken. En uh, dat, dat geeft wel. Uh, dat je met elkaar, uh, als, we, als we op voorsprong komen, zoals uh, Sofian in de season, volgens mij bij de Telegraafschap En uh, dat Steven in, uh, volgens mij ook in, rond die koers rond die, die bal binnenkomt bij MVV, dat je daarna echt zoiets van dit gaan we met elkaar flikken. En, en, en dat is wel mooi om te zien dat dat in de groep ook steeds meer begint te leven. En dat geeft natuurlijk ook uh, vertrouwen en, uh, en uh, een, uh, een positief zeg maar, resultaat in, in, uh, in de groep en ook uh, naar de toekomst. Nou, merk je dat dan ook op het trainingsveld qua sfeer? Ja, win is, is doping. Dat is, een, dat is een cliché, maar dat is wel echt zo. Uh, als je wint, dan, dan is de sfeer natuurlijk beter. En, uh, en als de sfeer beter is, dan, dan ben ik er ook van overtuigd dat de resultaten uh, weer, weer nog positiever zullen zijn. Dus dat, dat gaat hand in hand met elkaar en dat is, dat is eigenlijk nooit anders geweest. Dus hopelijk kunnen we dat inderdaad ook zo doorzetten. Wat weet je van het huidige toppos? Uh, ja, ik denk dat ze toch wel een vergelijkbare ploeg hebben vorig jaar. Dat ze nog steeds wel heel veel ervaring uh, hebben staan. Uh, toch een ploeg die al wel de, waarvan de baas al, die al jaren vergelijkbaar is. Waar met uh, Jan Lammers Piqué Piquet achterin. Uh, Stuy van de heren Kaak, toch wel jongens die wel gerenommeerde keukencampionuzie spelers uh, uh, zijn. Uh, ze staan nu, nu lager dan ik, wat ik eigenlijk vind dat ze horen te staan. Uh, ook even naar de resultaten van ze keken, dan zie je dat ze, dat ze eigenlijk alle wedstrijden ook wel heel dichtbij een resultaat zijn, maar dat het net de verkeerde kant opvalt. Dus uh, ik uh, denk wel dat wij als favoriet naar de, naar de, in de wedstrijd gaan, zeker omdat we toch wel op ons eigen veldje spelen en ook met, met het vertrouwen dat we de laatste week hebben opgedaan. Maar ook niet dat we moeten denken dat we zomaar even over dit uh, topos uh, heen gelopen. Dat ook absoluut niet. Want ze begonnen heel aardig aan de competitie. En ik wil dan zeggen, de verrassing van de competitie, maar misschien ook wel niet. Want er staat wel wat ervaring op het veld. Ja, absoluut, zoals ik net zeg. Uh, ze staan volgens mij één aan laatste nu. Uh, dus ik, deze week hebben we natuurlijk over de tegenstander gehad. En als je die namen staan, dan denk ik dat ze daar eigenlijk niet horen. Uh, maar ja, dat moet voor ons niet uitmaken. Zeker wat gezegd, de laatste week hebben we al uh, vertrouwen opgedaan. En als ik denk, kijk naar ons ploegje, dan denk ik ook, er staat gewoon ook echt een prima elftal. En uh, dan ben ik er wel van overtuigd dat het morgen wel gewoon echt een wedstrijd uh, gaat worden, maar waarvan ik wel uh, de overtuiging heb dat wij daar weer als winnaar van het veld uh, gaan stappen. Na afloop van de wedstrijd tegen de Graafschap heb je ruim een week rust. Nu is het weer een hele korte rust. Is dat lekker als speler zijnde? Uh, ja, zeker als je wint. <laughs> dan kunnen ze, niet, uh, kunnen ze allemaal niet snel genoeg uh, uh, volgen. Uh, dus dat is gewoon, dan voel je... Uh, ja, ik als keeper kan er misschien iets minder over meepraten, die vermoeidheid. En de jongens misschien iets meer. Uh, maar ik heb het idee dat, dat die jongens dan de vermoeidheid ook niet voelen en dan de kleine pijntjes voel je dan ook niet. Dan, zeker als je wint, dan wil je gewoon heel snel weer naar de volgende. Dus het is alleen maar mooi dat die wedstrijden zich nu uh, snel opvolgen. Dus een bos is er klaar voor? Ja, absoluut. absoluut. Heel veel succes. Ja, dankjewel.